It is today Sunday. Leuk dat je er bent, nog steeds. Ik heb al mijn spullen gepakt. Ik heb mijn witte t-shirt en witte broek aan. Want ik heb vandaag een wedstrijd. Ik heb volgende week zaterdag de regio. Dus... Volgende week? Aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag heb ik de regio. Dus we gaan vandaag nog even een wedstrijdje doen, buitenaf, om te kijken of dat me lukt. Vast wel, maar voor wat minder stress tijdens de regio. Best wel erg veel zin in. Het is in Hoogvliet. Ja, van donderdag naar Hellevoetsluis. Ja, en dan zaterdag in... Hier in Jonsdam. Hellevoetsluis, Hoogvliet. Nou, allemaal met de H. Hartstikke leuk. Sjoe is vannacht blijven slapen. Yes. Ook weer gezellig. Nu gaan wij naar zijn stal. Het is 10:10 bijna. We are going to the stables. Oké, we zijn op de locatie. Sjoe is mee. En dit is het parkeerterrein, jongens. Serieus. Check even. Je moet gewoon langs de weg gaan staan met je trailer. Tess heeft in de trailer opgezadeld. Kom maar. Ik kan ook geen poep scheppen. Zachtjes, goed zo. Kun jij de trailer dicht doen, Jules? Heb je er zin in, Tess? Ja hoor. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Ja. Klinkt als nee. Ja. Dat is de verkeerde kant. Gewoon van ver gereden. Nou, dan moet je dus een stuk over de weg naar het terrein. En dan is het wel bijzonder, want als je op het terrein komt, dan is daar ruimte zat in ieder geval. Maar dan mag je niet parkeren met je trailer. Zometeen niet vergeten de peeskap, want dat waren we de vorige keer vergeten. Dus dat is niet zo handig. Dank u, dank u, dank u. Graag gedaan. Dus daar in binnenbak mag ze losrijden. En dan mag ze straks daar buiten de proefje rijden. Tess ging rijden in Hoogvliet. En ze ging daar voor het eerst met Blondie... Oh nee, ze was in Amsterdam al een keer buiten gestart. De bel is gegaan inmiddels en dan mag ze AXC binnenkomen in arbeidsstap. En daar krijgt ze een 6 voor, dus niet een hele goede binnenkomer. Daar staat bij meer op de AC-lijn, dus dat gaan we zo meteen gelijk eventjes zien hoe ze dat dan doet. En daarna krijg je dus tussen X en G overgang arbeidsdraf C linkerhand. Hier krijgt ze een 7 voor, zonder opmerkingen. Je ziet wel dat Blondie inmiddels wat minder met haar benen buiten het spoor van de voorbenen stapt. Met haar achterbenen dus. Daar zijn we heel blij mee. Daarna krijg je HK gebroken lijn 5 meter. Krijgt ze een 6,5 vorm en grootte van de gebroken lijn. Dus daar moeten we even naar kijken wat er dan niet helemaal lekker is. Ik denk dat die te klein is. Dat weet ik niet. En ja, ze komt wel op K uit. FE van hand veranderen. Je krijgt ze een 8 voor. Er gebeurt niet veel dat je in de dressuur een 8 krijgt. Dus dit is blijkbaar heel netjes. Het ziet er ook wel heel netjes uit. Daarna krijgen we MF gebroken lijn 5 meter. En dan is de 5 meter ook omcirkeld. Vorm en grootte van de gebroken lijn. En hier krijgt ze dan een 6 voor. Dus ik denk dat ze ze gewoon steeds net even te klein maakt. Even naar kijken. Ja, je moet natuurlijk wel echt tot de helft en dat doet ze niet, want AC-lijn is dan vervolgens 10 meter, dus hij is gewoon te klein. EBE grote volte, na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken, daar krijgt ze een 6 voor. Voorwaarts neerwaarts volgen van de hand moet meer. Nou, dat weten we bij Blondie en Tess, daar zijn ze heel hard voor aan het oefenen. En de ene keer lukt het wel en de andere keer lukt het nog wat minder. Het gaat wel steeds beter, maar je hoort natuurlijk tussen boeg en knieën en daar zit ze eigenlijk nog niet. Tussen E en H teugels op maat krijgt ze gewoon een 7 voor, verder geen opmerkingen. En dan CXC grote volte krijgt ze ook een 7 voor.
En dan op de volte tussen X en C, arbeidsgelop rechts aanspringen, 6,5. Een vloeiendere overgang. Vloeiende overgang. Kijken. Vond mij wel netjes. Ja, ik denk dat het toch nog anders moet. Daar heb ik dan weer te weinig verstand van. BB grote volte, krijgt ze een 7 voor. Dus dat was een goede volte. En daarna tussen F en A, overgang, arbeid, draf, krijgt ze een 5. Vloeiende overgang, aanleuning. F en A. Galop, galop, galop. Kunnen we hier dan heel goed zien. Nou, Blondie is ook best wel afgeleid, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Kijk, ze hem van hand veranderen, 6,5. En dan na enkele passen eraf verruimen. De verruiming staat er dan onderstreept, iets meer overtuiging. Dan CXC grote volte, krijgt ze een 7 voor. En dan op de volte tussen X en C, arbeidsgelop links, krijgt ze ook een 7. Maar staat wel bij een vloeiende overgang. Dus we gaan even naar de overgang kijken. Nou, misschien omdat ze met de staart zwiept of zo, ik weet niet. EBE grote volte, 8. Ja, ik moet zeggen dat ik de punten echt heel redelijk en netjes vind hoor. Alleen ik probeer dan ook te zoeken wat er dan precies mis is. En daarvoor is mijn kennis gewoon niet hoog genoeg. Maar ik vind het wel leuk om naar te kijken en er ook nog iets van te vinden. EBE dus die 8. En dan tussen KNA overgang arbeidsdraf krijgt ze een 7 voor. Het is wel een hele lieve jury, want je ziet toch maar weinig achter op een protocol. En dan FE van hand veranderen voor E overgang arbeidsstap. Daar krijgt ze een 8 voor. Van een FE. Met dank aan Jules, die was aan het filmen. En die had wat last met onze gimbal. Dus sorry dat het wat wiebelt hier en daar. Tussen HC overgang arbeidsdraf. Krijgt ze een 7 voor. Verder geen, geen opmerkingen. En dan krijgen we MXK van hand veranderen, enkele passen draf verruimen. Krijgen ze ook een 7 voor. Ja, draf verruimen hebben ze heel erg hard aan gewerkt. Dus dat ze daar nu dan een 7 voor krijgt, dat is wel een hele verbetering. Want meestal lukte dat gewoon niet. Dus gewoon kregen, ze durfden onvoldoende te rijden, dat is het een beetje. Afwenden. A afwenden, daarna arbeidsstap, krijgt ze een 7 voor. X en G halt houden, groeten, 6,5. Overgang mag vloeiender. En dan krijgt ze voor stap 7, draf 7, glop 7, impuls 7, rechtgerichtheid 7, rijvaardigheid en harmonie 7. Effect van de hulpen zelfs een 8 en houding en zit krijgt ze ook een 8. En natuurlijk voor de verzorging ook een 8. Tess vertelt straks wat het totaal aantal punten waren. Correct voorgesteld, verruiming verdient iets meer aandacht, overgangen naar glop ook. Dus ja, daar was ze heel erg blij mee. Tijdens de pauze, tenminste pauze, ze gaat natuurlijk om en om met iemand. En kwam Tess erachter dat ze eigenlijk helemaal zo slecht niet gereden had. Dus ik moet zeggen dat ze dan ook bij de tweede proef een stuk enthousiaster was. Of meer zelfverzekerd, net hoe je het wil noemen. Hier beginnen we met proef 2. Dus dat is dan proef 6. Klasse B uiteraard nog steeds. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C de rechterhand krijgt ze een 6 voor. Meer op de AC-lijn. Ja, daar zat ze wel de hele tijd net naast. Je ziet het nu ook best goed zo van achteren. MXK van hand veranderen. Enkele passen eraf verruimen. 6. Verruiming terughoudend. Dat klopt bij Tess ook wel. Vorige keer kreeg ze dus een 7, nu een 6. Dat is ook wel minder. Tussen A en F overgang arbeidsstap krijgt ze een 7 voor. Dat wil zeggen dat ze steeds netter gaat rijden. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te zien. FE van hand veranderen. Enkele passende stap verruimen. Een 6. En verruiming meer halslengte geven. Dus ze doet... Ja... Mag dus iets meer. Ik heb wel dat idee dat het meer een soort halstrek is. Maar goed. Tussen E en H overgang arbeidsdraf. 7. Er zullen vast mensen zijn die daar heel veel verstand van hebben. En precies het verschil weten tussen die stap verruimen en halstrekken. CXC grote volte, krijgt ze er ook een 7 voor. En dan op de volte tussen X en C arbeidsgelop rechts aanspringen. En hier krijgt ze ook een 7 voor. Dus dat betekent dat deze overgangen beter zijn dan de overgangen in de vorige proef. Bij gelop op de volte. BB grote volte, daar krijgt ze gewoon een 8 voor. Jongens, zoeken cijfers zie je toch maar heel weinig hoor. Dat
is wel echt heel, heel grappig. Nou ja, niet grappig. Het is ook wel eens leuk om gewoon lekker dikke cijfers te krijgen. Dan tussen F en A overgang arbeidsstraf. 7, geen opmerkingen. Oh, ik vond hem niet helemaal netjes. K, B van hand veranderen, krijgt ze een 8 voor. Na het veranderen krijgt ze CXC grote volte. Krijgt ze een 7, vorm en grootte van de volte, niet te hoekig. Dus ik denk dat ze te veel de hoek hierdoor gereden is. Op de volte tussen X en Z arbeidsgelop links aanspringen, dan krijgt ze zelfs een 8 voor. Dus dat moet wel een hele mooie overgang zijn. Ja, ik denk dat ze te veel door de hoeken heen rijdt. Dan krijgen we de overgang, heel keurig. Ook nog op de X. En ze rijdt gewoon door de hoek heen. Ja, dat moet je niet doen. EBE grote volte, krijgt ze weer een 8 voor. Dat is een 8-feest. Dus dat moet gewoon een keurige volte zijn, netjes rond. Dus KNA overgang arbeidsdraf, krijgt ze een 7 voor. Ik ben altijd wel nieuwsgierig wat dan het verschil tussen de 8 en de 7 is. Misschien moet ik dat toch eens vragen, gewoon uit nieuwsgierigheid. En dan krijgen we BEB grote volte na enkele passen. Het paard de hals laten strekken. 6,5. Voorwaarts, neerwaarts, volgen van de hand. Meer plus meer overtuiging. Ja, zoals we al gezegd hebben. Blondie en Tess werken er hard aan. Maar het is nog niet zo simpel om Blondie netjes de hals te laten strekken. En Tess heeft ook nog een beetje moeite met het loslaten. Hoewel het hier voor hun doen echt wel heel goed is. Tussen BMN teugels op maat, daar krijgt ze een 7 voor. C afwenden aan rechterhand, krijgt ze een 8. Dus dat betekent dat ze nu wel een rechte AC-lijn overgaat. Dan moeten we A niet meer zien. Nou, dat ziet er inderdaad heel erg keurig uit. Dan vervolgens KXM van hand veranderen. Enkele passen eraf verruimen, 6,5. Verruiming, meer overtuiging, ja dat weten we. Terwijl ze zeggen, bij de regio ging dat ineens heel anders. Maar daar later weer over. Hier komt ze ook iets tegen de hand. E afwenden, B rechterhand, gewoon een 8. Het was best wel een eindje rijden dan. Pam, 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 pam. E afwenden, B rechterhand. En dan krijgen we A afwenden, daarna arbeidsstap. Krijgt ze een 7 voor. En dan tussen X en G halt houden en groeten. En deze is dan een 8 waard. Wat natuurlijk ook wel eens een keer heel erg leuk is. Want dan is die gewoon goed. Stap 7, draf 7, klop 7, impuls 7, rechtgerichtheid 7, rijvaardigheid, harmonie 8, hulpen 8, houding en zit 8, verzorging 8, correct voorgesteld, verruiming verdienen aandacht. Kortom, een heel bijzondere proef. Zoals gezegd, de test die gaat straks in de auto het puntenaantal even vertellen. Want dat is iets wat we niet zo heel erg vaak tegengekomen zijn. Sterker nog, ik ben er nog nooit tegengekomen, maar het was heel erg leuk om een keertje mee te maken. Blondie meets... Ik denk dat de ganzen het niet zo leuk vinden. Doe maar niet, de ganzen vinden het niet leuk. Nou, complete fanclub is er vandaag, geloof ik. Tess heeft heel druk. Oh, doe ik het verkeerd? Zo. Dus ja, dat dus. Hi, welkom bij Tessa's Flabbergast Show. Ik weet niet wat me overkwam. Dus ja, ik ging naar de prijsuitreiking. Ik dacht, oh ja, leuk, ik heb vast wel goede punten. Toen kreeg ik mijn hele mooie protocolletjes. Ja, niet alleen protocollen. Eerst werd gezegd op de tweede plaats. En het daarvan punten dacht ik, oh, dat is al best hoog. En toen hoorde ik, en nummer 1 is Tessa Ottenhoff met 200. En toen dacht ik al, 200, wat is dit? 209 punten. Ik heb nog nooit zo hoog gereden. Het is echt, echt heel hoog. Toen liep ik daarheen, echt helemaal vol verbazing. Ik was helemaal stil ervan. Ik kreeg een hele mooie rosette en mocht iets leuks uitkiezen. Dus ik heb ook een zoutblok uitgekozen. Toen werd de tweede proef gedaan. Toen weer de tweede plaats. En toen kwam ik weer. Toen zijn ze eerste plaats Tessa Ottenhoff. Toen liep ik alvast daarheen. En toen begon ze weer met 200. Toen dacht ik, wojo. En toen zijn ze 217. En toen stond ik even stil van, wat is dit? Is dit nieuw? Is dit magie?
En toen liep ik daarheen, echt ook weer helemaal stil. En pakte ik het echt aan van, dankjewel. En liep weer naar de tafel en toen heb ik een slobber gepakt. En toen zei ze helemaal stil van. Toen zei ik, ja, ik heb nog nooit zo'n hoge punten gehad. Toen riep iemand achter de bar, ja, ik heb ook nog nooit zo'n hoge punten ingevoerd. Dus ik ben zo trots op de blonde pony en op mezelf. Ik ben helemaal happy. Wij gaan nu naar huis toe en spullen opruimen, de trailer schoonmaken. En dan is morgen vrij. Blondie is trouwens vandaag jarig. Ja, hoera. En morgen gaat ze naar de aquatrainer. Ja, Bella ook. Ja. We bellen helemaal gekeurd. En dan, ja. Oh ja, dan heb ik mijn rosette al laten zien. Ik ben helemaal happy. En achteraf dacht ik dat ik het andere meisje ook wel iets had kunnen geven. Maar ik was zo erg in mezelf van, joh, dit is echt verbazing. In mijn verbazing. Dus ik had haar echt heel graag met heel hard iets willen geven. Want ik vind het een soort zielig voor haar ouders. Maar als je dit ziet, ik weet niet of je mijn video's kijkt, maar ik had je heel graag wat slobber of een liksteen willen geven. Maar ik was echt even in mijn verbazing. Dus het spijt me. Nu gaan we naar huis toe.